Ik denk dat ik voor heel veel mensen spreek als ik zei dat ik na die wedstrijd tegen Heracles dacht dat het jouw laatste zou zijn geweest. Ja. Dacht jij dat zelf ook op dat moment? Ja, ik weet niet. Ja. Ja, een beetje. Ja, misschien wel. Ja. Dat dacht ik ook misschien. Maar ik moet zeggen, ik wist dat er natuurlijk een moeilijke situatie aan zat te komen. Omdat ik natuurlijk nog onder contract stond in Rusland. En ja, het is een heel gek zomer geweest. Heel ingewikkelde situatie. Uiteindelijk heb ik heel veel dingen moeten dealen en moeten oplossen. En ja, ik ben blij dat het nu allemaal over is en dat ik gewoon vooruit kan kijken. Wanneer kwam Sparta in die moeilijke zomer voor? Nou ja, we hadden eigenlijk al na de wedstrijd tegen Heracles goed contact. We hebben die contact gehouden. Ik heb ook bewust gewoon niet meteen iets gekozen, omdat ik ook zowel Sparta als mezelf de tijd wilde of gunde om te kijken, ja, wat is nou best op dit moment. We kwamen van een heel hectische laatste fase van het seizoen. En ja, dat kost gewoon heel veel energie. Ik ben heel blij met hoe dat is verlopen. En ja, dat brengt de groep ook, dat geeft een bepaald gevoel waardoor ik uiteindelijk ook wel voor Sparta heeft gekozen. Is dat gevoel ook de reden dat je hier bent gebleven in Nederland en niet terugging naar bijvoorbeeld Denemarken, waar je vandaan komt? Ja, zeker, zeker. Dat is zeker een van de redenen. En ja, dat is ook te danken aan mijn teamgenoten en de staf en iedereen om de club heen. Supporters heb ik altijd een goed gevoel bij gehad. En, dus ja, mensen dachten misschien dat ik een andere keuze zou maken, wat meer financieel. Ik was natuurlijk transfervrij, dus ik kreeg van allerlei aanbiedingen. Maar goed, ik heb gekozen voor een plek waar ik me gewoon op mijn gemak voel en waar ik mezelf zie groeien. En waar ik belangrijk kan zijn, hopelijk, binnen en buiten het veld. Dus dat is waar ik voor heb gekozen. Ja, je deed in eerste instantie het verzoek om te mogen meetrainen. En toen was Gerard waarschijnlijk meteen zo dat hij meteen zei van oké, maar je kan ook tekenen als je wil, hoor. Of hoe ging dat? Nou ja, ik kreeg via mijn zaakwaarnemer te horen dat ik mocht meetrainen bij Sparta. En dat vond ik heel prettig natuurlijk. Het was een heel drukke zomer. Zelfs toen ik op vakantie was, moest ik met allerlei dingen dealen. En toen ik terug was van vakantie, kreeg ik de mogelijkheid om hier mee te trainen. En dat is natuurlijk heel prettig. En dan zie je de jongens weer. En veel van die jongens waren gelukkig ook blij mij te zien weer. Dus ja, op die manier loop je ook elkaar een beetje grapjes te maken. Van blijf nog een jaar, blijf nog een jaar, blijf nog eventjes. En uiteindelijk is het gedaan, ja. En hoe is daarop gereageerd? Ja, heel goed, heel positief. Ik ben blij hoe teamgenoten en staf daarop hebben gereageerd. Dat is ook het gevoel wat ik had toen ik meetrainde. En dat is ook een van de grootste redenen waarom ik ben gebleven. Nu moeten nieuwe spelers natuurlijk altijd een liedje zingen. Moet jij nu voor de tweede keer, omdat je even geen contract... Nee, dat is klaar nu. Ja, heel veel succes komend seizoen. Dankjewel.